De naam Piet Hanstra, 40 jaar lid bij AZK, de kleuren blauw-wit. Zolang ze hier zijn, 20 jaar. Voor de oorlog bestond hier Ranzalia. We stonden hier voor het oude gedeelte van onze accommodatie. In de jaren 75, 76 en 76, 77. Ja, als klemmenaar. Mee naar klemmen vertrokken. Voor de oorlog besting hij Ranzalia. Dat was een echte vriendenclub en die heeft gevoetbald tot 1940, tot de Duitsers binnenvielen. En iedereen weet, er mocht geen vereniging bestaan toen de Duitsers hier waren. En toen is jammer genoeg Ranzalia helemaal opgeheft. Ranzalia die speelde wild voetbal. Dat betekende dat ze tegenstanders zich zochten. Hoe ze dan tegen voetbalden. En dan gingen ze dan bij die mensen uit voetballen. En de volgende week komen die mensen weer in Ranzal voetballen. En ze houden de jongens toch plezier met het voetbalspelletje. En ze houden toch ook een soort competitie. Want iedereen wil van elkaar toch wel winnen. En vooral ging het zich erom toen van dorp tegen dorp, weer ervan gewonnen ook. Dat hoort het voetbalspelletje ten voeten uit. Er komen orders van de bezetters, de Duitsers, dat de verenigingen niet meer mochten bestaan. En toen wordt alles een beetje weggedoezeld. De toenmalige secretaris, de zaak een beetje bijgehouden nou, op papier. Die heeft toen alles laten verdwijnen. Hij wordt veel te bang dat de Duitsers erachter komen dat ze hier een vereniging houden. En zodoende is eigenlijk heel weinig meer achterhoren wat Ranzalia... Wie die toen bestaan hebben, wie lang dat ze gevoetbald hebben tegen weer. Het is eigenlijk jammer dat die documentatie helemaal verdwenen is. 17 september 1944. De Duitsers kiezen het Hazenpad. Een spoor van vernielingen achterlaten. Ja, na de oorlog toen kriebelde toch die jongens allemaal om toch weer een putje te kunnen gaan voetballen. En... die voetballers die dus voor de oorlog bij Ranzalia gevoetbald houden, dat waren eigenlijk de mensen die de kar gingen trekken. En die hebben toen een licentie aangevraagd bij de KNVB-afdeling Limburg. En die licentie die is er ook gekomen. En zodoende kosten de jongens in Ranzal weer gevoetballen. Met drie bestuursleden naar Maastricht. En toen hadden ze een brood meegenomen voor de heren, want er moest dan besproken worden om welke naam dat het ging. Maar de Klemania, dat mocht het niet worden. Ze hadden nog een schuld bij de bond. Als die schuld vereffend werd, dan konden ze onder de naam Klemania. En Ranzalia, dat was verweerd, die hadden geen schuld. Maar dat wilden ze niet doen. Dan hadden we veel leden van Klemania ook, want er was geen voetbalvereniging meer. Dan hebben ze gekozen voor de naam SCKR, Sportclub Klimmen Ranzal. En toen hebben ze na de oorlog direct kunnen die competitie gaan deelnemen. De eerste wedstrijd van de tweede elftal was toen in 1946. En dat speelde ik op. En die werd gewonnen met 14-0 bij RKIVV IVV Ingber. En daar hadden we nog geen vast terrein. Toen moesten we bij een boer, kregen we die weet, daar konden we voetballen op. We hadden twee doelpunten geplaatst. En toen moesten we die boer gaan helpen aardappels rapen in de veld. Dan konden we daar in de wei. En daar had een zus van mij, mevrouw Kams Linde, die had toen van die onderhemdjes bereid gevonden voor daar zo'n klein ding op te naaien met de naam SKR. Dat waren de eerste truitjes.
In 1945 zijn ze begonnen op Termoors. Er waren wij van de boer, want zo moet je het bekijken. En die waren een beetje toch wel vlaak. En toen hebben ze daar een aantal jaren gevoetbald. Van Termoors zijn ze toen verhuisd naar de Kroobek in. En dat is daar bij de Veebrug in de buurt. En nadat ze op de Veebrug gevoetbald hebben, toen zijn ze gewoon voetballen achter de residentie, het dal, wie dat nu is. En dat wordt een voetbalterrein. En dat wordt nogal een beetje heuvelachtig. Want als ze een keeper bijvoorbeeld in één goal sting, en dat trapte de bal uit, en dat wordt dan over de middenlijn heen, dan kost de keeper nimmer hier. Wat aan de andere kant van het veld gebeurde. Want in het midden wordt het veld helemaal hoog. En aan de doelen stinkt het veld, wordt een stukje weggezakt. Die keepers kosten elkaar niet zien. En de kleedlokalen worden door bij het voormalige, bij de residentie Dal door achterom. Moesten die jongens zich omkleden. Worden nog geen douches. Iedereen moest zich nog douchen in het bekende waskommetje. En dat wordt met water gevuld naar de wedstrijd. En dan kon ze zich dan een beetje het gezicht afwassen. En de knieën en wat er nog zwart wordt. Dat wordt dan even weggespoeld. En toen zijn ze uitgegaan naar onder Zogelee. En dat was in 1962. Maar dat was ook heuvel en dalen. En daar is het veld toch al een hele tijd geweest. Dat wordt een particulier terrein. Dat wordt gehuurd. En daar hebben ze toch een hele lange tijd gespeeld. En de naam, dat veld had ook een naam. Ik herinner het het Kuipje, omdat het weggezakt wordt en aan de kanten omhoog liep. Dus als ze aan de kanten ging staan, dan kon ze mooi het hele veld goed bekijken. Want dat hoor. En ik herinner kon ze precies zien wie later het hoort. Want dat kon ze precies in de treinen afmeten die langskomen.
We kregen 400 gulden subsidie per jaar. Maar dat vroegen we aan de burgemeester, aan de wethouders. Die waren veel, er was daar café, raammakers, die kwamen daar veel. Hadden ze aan de burgemeester gevraagd voor een renteloos voorschot. Dat was eerst goed, maar naderhand moest het toch in de raad komen. En toen is het in de raad gekomen, zijn we daar in de publieke tribune met verschillende mensen geweest. En dan vroeg de burgemeester aan de raadsleden hoe de raad daarover dacht. En er stond één raadslid op en die vroeg de burger wat hij dan daar... Ja, hij vond dat SKR hoogvliegers waren voor 3000 gulden te vragen, renteloos. Ja, en toen werd het toen besproken, dan kregen we 10 jaar geen, subsidie. Dus dat was dan 4000, moesten we 1000 dingen betalen. Ja, ja, ja. 354 was dat. En toen wordt Klemania opgericht en dan ben ik... Ja, als klemmenaar mee naar Klemmen vertrokken. Dat was eigenlijk een beetje een tweestrijd tussen Klemmense bestuursleden en bestuursleden van Ransdaal. En dat was een beetje een kleine vete. Over de opstelling ging het vaak van het elftal. Dat was het. Een van de redenen was. Jori Bekoski, Joramakers, ondergetekende dan Huub Bentagen. Schenk Weusede is dood, dat was de voorzitter in de beginfase van Klemania. Ja. Dat waren de spelers van het eerste elftal toen in SKR. Ja. Die zijn ook direct mee overgekomen bij de oprichting 354. Ja. En... dat hoor die ik me kan herinneren. Ja, de gemeente, toen de voormalige gemeente Klemmen, burgemeester, wie heet je nog alweer? Wolfs, die had toen het Klemania-complex gemaakt, maar SKR wordt toen een beetje onderbedeeld, dat moeten we ook eerlijk in zien. Die houden geen complex, dus die klopt de ogen aan. En toen zag burgemeester Wolfs, dan gaat je maar fuseren. Ja, die fusie die is eigenlijk niet doorgegaan om de volgende reden. De algemene ledenvergadering die stemde niet met die fusie in, dus het is niet kunnen gebeuren. En godzijdank, het is nog eenmaal hier in Ransdaal. En in Klemmen heeft ook een heel goed florerende vereniging. En daar zijn we eigenlijk wel trots op, zowel in Ransdaal als in Klemmen, dat die beide verenigingen heel goed voldoen. Ik ben trainer geweest in de jaren 75, 76 en 76, 77. We zijn in het eerste jaar zijn we kampioen geworden. In de eerste klas afdeling. En toen zijn we gepromoveerd naar de vierde klas. En allemaal jongens hier van het dorp. Kijken, Nungerongen, dat was de grote man. Joos Odi Slegers. Van Weers. Rauw van de Bosch was aanvoerder. Die is helaas overleden al. Jo Dorme. Even kijken.
Huub Ronge, Schaap Pagge, dat was de keeper, Piet Kamps, even kijken, Wienan Broers, Jeff Linde, Thij van Oppen, Wil van Oppen waren er bij je. En die waren nog het tweede jaar erbij. Dus het betere Jeff Linde, dat was grensrechter. En toen hebben ze geen eigen gehad, ongeveer. Ze gehad. Ik weet het niet of ik het vergeten heb, maar ja. In elk geval, dat waren allemaal jongens van het dorp. Ja. WDZ, zilverkampioen geworden toen. Het wordt hartstikke warm. Ja. Hebben we met 4-1 gewonnen. Toen aan de zilverkampioen geworden. Toen zilver teruggekomen naar Ranzal en boven op de Maar. Ja. Ik sting de fanfare gereid. En toen zijn we met de fanfare naar het Club de Kallejange. Ja. Café Koemans toen. En ja, dat was een stevige gedronken. Ja, ja. Ja, erop zijn we dus in de vierde klasse B kampioen geworden. En dat was de wedstrijd in Mechelen. Ja. En dat was Robert Schoen van het einde van het bestuur. Toen had hij de telefoon allemaal in zijn tijd. En die ging met de auto naar Meersen. Dat was de wedstrijd, die was in het tweede. Mm-hmm. En dat kwam, we moesten wachten, vrouwen met gelijk gespeeld. 1-1. En gelijk, ja. En toen moest verwachten op de uitslagen, dan kwam de Giel Leunissen, dat was een bestuur toen. Dan kwam de auto aangezuil en die hadden we dus verloren. En die zijn we ook opnieuw geworden, in Mechelen. En direct gepromoveerd, dat is rechtstreeks dan naar de derde klas. En die zijn gedegradeerd. Daarna, ik ben er geweest tot carnaval ongeveer. En toen heb ik een akkefietje gehad en toen ben ik gestopt met. Ja. Het is jammer, maar ze zijn toen gedegradeerd. Ja. Ging bij altijd goed kijken, maar het was niet geluk. Toen vieren we met dat terrein in het Kuipje, toen dat weg moest hoor. Want de eigenaar van dat veld, daar zag de huur ook op. Dus we moesten per se nog wat anders goed kijken. Toen heeft de gemeente Klummen geld beschikbaar gesteld om hier, hoe het nu ligt in de verlengde van de spoorstraat, hebben ze wat grond aangekocht en dan hebben ze het terrein aangelegd. Maar ja, daar waren maar een x-bedrag beschikbaar en dat betekende dat we 4 kleedlokalen of een kantine willen hebben, tot de handen van de leden behoorlijk uit de mouwen gestoken moesten worden, dat flink moest aangepakt worden, want anders kost het niet realiseren. En dat gebeurde ook en uiteindelijk in 1980 zijn we hier naartoe gekomen. Een prachtige accommodatie over toen, met een zandoefenveld en een groot veld en 2 prachtige kleedlokalen, een scheidsrechterlokaal en een kantine. Nou, iedereen in Ranzal wordt trots dat de voetbalclub nu eindelijk prachtig accommodatie heeft. Ik stond voor bij het nieuwe gedeelte wat pas is bijgebouwd, hoe we een aantal jaren nu dankbaar gebruik van kunnen maken. Dat bevat door een hele grote nieuwe bestuurskamer. En hier achter deze deur, daar zitten 2 prachtige kleedlokalen met een scheidsrechterlokaal. Hoe ook de verzorger dankbaar gebruik van maakt, want er staat een massagetafel. Hoe de jongens van die geblesseerd zijn, behandeld kunnen worden. En dat is allemaal gedaan door leden van SCKR
die hier de handen in geslagen hebben en die hier toch al een jaar lang behoorlijk gewerkt hebben om dit gerealiseerd te krijgen. De gemeente Voerendaal heeft toch een x-bedrag voor beschikbaar gesteld. Dat was niet doelreikend om dit te kunnen bouwen. En het stichtingsbestuur, wat neven de voetbalclub functioneert, die heeft nog 20.000 euro erbij gedaan om het allemaal te krijgen zoals het momenteel is. We hadden een fantastisch 40-jarig jubileumfeest met een feeststand op het oefenveld hier. Fantastisch programma. Een programma wat we eigenlijk dachten van nou dat gaat redelijk lopen. Het werd een fantastisch feest met geweldig veel animo door de mensen die dit organiseerden. Maar vooral door heel veel bezoekers. In hetzelfde jaar waren dan de kelder gegaan van de afdeling Limburg naar de tweede klasse. En het voorzitterschap was het ook fijn om weer een kampioenschap mee te maken en terug te komen in de eerste klasse. Dat waren eigenlijk de twee hoogtepunten uit de jaren dat ik voorzitter word. En uiteraard, als laatste niet te vergeten natuurlijk, in 1980 het nieuwe accommodatie met een hoofdveld, een prachtig oefenveld en natuurlijk de nieuwe gebouwen en een nieuwe kantine. Wat natuurlijk weer een nieuw hoofdstuk inluiden in onze voetbalgeschiedenis. Daar zitten we natuurlijk enorm trots op dat we als kleine vereniging in de vierde klasse KNVB altijd voetballen. En nog het volgende seizoen, het seizoen 2010-2011, in de vierde klasse mogen uitkomen. En nou goed, dat heeft te maken met het goed bij elkaar pakken. Kameraadschappelijk wordt altijd hoog in vaandel staat door zijn vereniging. En dan blijven knokken op het veld. En vaker is het zo dat de elftallen die blijven knokken, vaker het winnen van elftallen die wel superieur zijn qua spelerspotentieel, maar niet die mentaliteit hebben die SK dan heeft. Namens Ramon Meeser en ik ben de afgelopen 4 jaar hoofdtrainer geweest van SK. Nou, de afgelopen 4 jaar was sowieso eigenlijk een prachtige tijd. Het absolute hoogtepunt was natuurlijk 2 jaar geleden in 2008 de apotheose in de na-competitie. En dat we gepromoveerd zijn naar de vierde klas, naar de geweldige wedstrijd van de Welte. Dorp ging op de kop, dat was fantastisch. Daaropvolgend was het heel mooi, denk ik, dat we de afgelopen 2 jaar eens gehandhaafd hebben in die vierde klas. Dus we kunnen terugkijken op een hele mooie periode. Ik heb in de winter aangegeven naar het bestuur toe en naar de groep om te stoppen. Ik wil volgend jaar de trainerscursus TC2 gaan volgen. Dan hebben ze 2 trainingsavonden, stageavonden. En dat is niet meer te combineren met het 1 jaar met hoofdtrainerschap. Dus ik ga een jaar terug naar de schoolbanken. We mogen er best trots op zien in de kleine gemeenschap dat we in vierde klas KNVB spelen. En dat het ons goed geeft en vooral goed voetbal verzorgen, hoe we ze overal mee kunnen doen.